denkt u van doping? Slecht. Voor de jeugd. Waarom vindt u dat slecht? Nou, het doe je hersenen aan. Pasten. Het woord doping is afkomstig uit Engeland. Ze dachten dat de kappers in Zuidoost-Afrika sterke drank gebruikten. Die fungeerde als stimulerend middel, genaamd dop. In 1889 komt het woord doping voor het eerst voor in het Engels woordenboek. De definitie van het woord doping is letterlijk doping. Het gebruik maken van bepaalde geneesmiddelen met bedoeling een grotere prestatie. Ik zie geen rood lichtje. Het staat nu aan. Staat ja? Het is lichtgebaan, ik stoot het niet. Hij staat aan. Hij staat aan. Wat vindt u van doping? Doping? Ik dacht, is interview over mij. En jij vrouw over doping? Deze man denkt voor ik doping. Zeg dat niet jij, help man. Zeg dat niet jij. Hij zei al in de interview, hoor. Hij zei niks anders. Ik denk, interview gaat over mij, nee. Go.